Tot zover het radionieuws. Nu de beste classics met Wilfred de Jong in Hit Dossier. Eindelijk. Zomer. Music for a lifetime. Je hoort ze. De hele zomer lang. It's summertime. Welkom bij weer een nieuw uur. Radio Ultime. Hit Dossier. Met Wilfred de Jong. Ja, ik mocht die even altijd al, maar... Ja, ik word nu lid van zijn fanclub, hoor. Ik zei toevallig net tijdens het nieuws, wat heeft die man een mooie stem. En dan zeggen ze, let nou even op aan het eind van het nieuws. Hey, Ewald, dankjewel, kerel. Fantastisch. Je had al een berichtje naar me gestuurd dat je vanavond ook het nieuws zou doen. Maar deze verrassing erbij, die mag bij mij gaan tot en met 12 uur duren vanavond, hoor. En volgende week weer, dus... Dat was dan de laatste opgave inderdaad in de letterquiz zoals die vanavond met u willen spelen. Hit Dossier, de letterquiz. De letterquiz waarbij nog niet een goede oplossing is binnengekomen hier in de studio van Radio Ultime. Dus ga je even wat aanwijzingjes geven. De artiesten die we draaiden waren Shocking Blue, Otis Redding, The Small Faces, The Golden Earrings met een S... The Tremolos, The Move, Q65 en de laatste was van The Beach Boys. We hebben 8 platen gedraaid. De eerste letters van die 8 platen die vormen een woord. Een woord wat vanavond al enige malen gevallen is tijdens de uitzending. Een woord wat te maken heeft met 14 juli. Kijk, dat is alweer een leuke aanwijzing, denk ik. Een woord dat te maken heeft met de Prinsentuin in Leeuwarden. Dan heb je een heleboel aanwijzingen in welke richting je het woord waarschijnlijk moet zoeken. En dan willen we graag dat je de titels van de platen er ook nog even bij hebt. Nou, we geven... We zijn ook niet kinderachtig, het is erg warm vandaag. Hè? Zullen we zeggen dat u 1 fout mag hebben. Dus als je 7 van 8 titels hebt, dan vind ik het ook goed hoor. Dan mag je gaan bellen met de studio dus hier van Radio Ultime 06 51 70 40 73. En mooie prijzen gaan verdienen. Dus bel even met de studio. 7 van 8 titels is wat mij gaat goed. En het woord wat we willen hebben, maar dat woord dat ligt inmiddels wel voor het oprapen, dacht ik zo. Dus bel, bel, bel. En wij ontvangen je graag op het mengpaneel. We willen graag van die prijzen af, dus doe maar lol, hè. Bel de studio even. En... Huh? De letterquiz, Hit Dossier. Nou, dat is in ieder geval al hartstikke goed, Jan. Dus wat dat gaat, dus vistafel. Ik vind het nog knap. Zou het eruit kunnen komen? Het woord? Ja. Past dat, vistafel? Ik zit even snel naar de overbuur te kijken of ze even snel kunnen puzzelen. Of dat inderdaad een woord had kunnen zijn. Maar het woordfestival, dat was inderdaad Jan wat wij zochten, kerel. Dus, ja, en nou is nog even de bedoeling dat je de titels van de platen even aan ons doorgeeft, hè? Ja, we beginnen met Shocking Blue, met Venus. Yes. En dan hebben we I've Got Dreams to Remember van Otis Redding. Ja. En natuurlijk The Small Faces, Lazy Sunday. Ja, heerlijk plaatje, hè? Ja, fantastisch, fantastisch. En dan That Day. En daar zat ik eventjes te twijfelen, maar ik kwam uit op de Golden Earrings. Ja, met een S inderdaad. Was in de periode dat die S nog achter de Golden Earring aanhing, zeg maar. Ja. Dat is goed. Ja. Heel goed. Nou, en hebben we Even the Bad Times Are Good van de Tremolos. Yes. En Flowers in the Rain van The Move. Ja. En ook een van mijn favorieten, Anne van Q65. Ja, wat is dat mooi, Jan, hè? Prachtig, ja, hè? Geweldig, ja, geweldig. Die man uit Den Haag, ze konden geen woord Engels, maar ze hebben fantastische platen gemaakt. Ja. Er zijn zo verschillende bandjes uit Den Haag gekomen die echt geweldige muziek maakten toen in de tijd. Geweldig. Ja. Nou, Q65 was er eentje van, inderdaad. Hé, hey, Jan, nog één titel graag. Sleep Zombie van The Beach Boys. Ja, hartstikke goed, jongen. Dat is... Dat zijn inderdaad de titels die we zochten en de oplossing was inderdaad het woord festival. Jan, wij gaan jou blij maken, althans dat hoop ik. En dat gaan we doen. Ik heb hier nog steeds een boek liggen van Sterke Jerke. Fantastisch. Ja, heb je kinderen toevallig? Ja, ik heb 2 zoons. En ja. Hoe oud zijn die? Onderhand zijn die... Dan moest je er over nadenken. Hey. Ja, daar moet je wel over nadenken. Die zijn 27, 28. Dan is dit boek iets te jong voor, of te oud voor ze, bedoel ik. Dat denk ik ook. Dan komen we zelf kleinkinderen en dan komt het boek fantastisch van het pas, Jan. En zullen we er ook nog even een t-shirtje bij doen van de Radio Team? Ja, elletje. Een elletje? Ja, denk het wel. Ja, zo'n beetje mijn maat, zeg maar. Ja, ik moet nog een beetje afvallen, maar dan gaat het wel. Een beetje?
Ja, ja, ik ken je niet hoor, maar als mensen zeggen ik moet een beetje afvallen, dan vertrouw ik niet meer. Ja, een klein buikje, maar heb jij ook. Dus ja, dat, pardon? kennen wij elkaar? heb jij ook? Man, ze noemen mij Twiggy thuis, dus valt mee hoor. Jan, gefeliciteerd kerel. Ik geef je even terug aan de regie en dan gaan we even kijken hoe je de prijzen bij je krijgt. Maar dat komt hartstikke goed. Eindelijk. Zomer. Music for a lifetime. Je hoort ze. De hele zomer lang. It's summertime. Yes, sir, we are. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. Elvis Presley, ik hoorde van de week. Ik zat even te luisteren naar mijn collega's. Dan heb ik het over André Hoekstra en Martinus Korte. Ja, die ook komende week weer. Ja, Martinus niet. Die is gevlucht. Die vonden het hier te warm. Die is naar Spanje gegaan. Nou, ik weet het niet hoor. Of dat nou een goede keuze is dan. Martinus zit in Spanje. Dus komende week wordt hij vervangen door Jan. Maar ik hoorde hem van de week een nummer Return to Sender draaien. Tussen 9 en 12 in het programma At Work. En toen moest ik even denken, ik was ooit in Amerika en toen brachten ze net die postzegels uit van Elvis Presley. En toen heb ik een heel vel gekocht. En ook wat losse zegels, dat hele vel, dat heb ik nog steeds. Maar die losse zegels, daar heb ik enveloppen bij gekocht. Heb ik gewoon wat reclamefolders in geduwd. Daar heb ik op de achterkant gezet mijn eigen naam en adres. En op de voorkant gewoon een niet bestaand nummer in Chicago, in Miami, Filmer in Cincinnati. En je voelt hem al aankomen. Die dingen kwamen allemaal terug met een stempel erop. Return to sender. Ja. Yeah. Ik vond het wel een slimme zet van mezelf. En ik heb er een paar mooie dingen in overgehouden. Misschien dat ik die postzegels wel eens even naar boven haal voor de echte liefhebber. Want ik ben eigenlijk helemaal... Ja, ik ben wel een fan van Elvis geworden. Maar vroeger had ik helemaal niks met die man. Maar als ik dit dan hoor, is het toch weer mooi. Vrienden, het is 11:45 geweest. We hebben nog een minuutje of 13:30 te gaan, zie ik. Dus veel kunnen we niet meer doen. Maar we gaan er nog het mooiste van maken. En volgende week zaterdag weer de mooiste classic. Hè? Je weet het. Dan gaan we er weer met z'n allen gewoon tegenaan. De man die ontdekt werd in de Peppermint Lounge, Chubby Checker.
vanavond al even over Dave Berry, die getrouwd is met een Nederlandse schoonheidswinnares. Hoe heet zoiets? Nou ja, in ieder geval een hele mooie dame, die mooiste van Nederland was. En Dave Berry ging ermee vandoor. Hetzelfde deed deze Chubby Checker destijds. Die is ook getrouwd met een Nederlandse. Ja, Rina Lodders inderdaad. Ja. De man is ooit begonnen als baantje kippen te plukken. Hij is toch aardig teruggekomen toen hij de twist één keer uitgevonden had. En daar in de Peppermint's Lounge in 1961 voor het eerst optrad. En meteen een platencontract kreeg deze Chubby Checker. De man leeft nog steeds. We hebben wel eens een poging gedaan om hem te pakken te krijgen. Om daar een verhaaltje mee te houden. Maar goed, het is niet altijd mazzel. We hebben mooie artiesten gehad hoor in de loop der tijden. En over artiesten gebroken. Ik moet een aantal mensen danken voor het meewerken aan deze aflevering van Hit Dossier. Deze aflevering 1377. André Hoekstra, die moet ik vooral niet vergeten. Bianca Postma en Thea Dijkstra, Yvonne, jou moet ik ook dankzeggen uiteraard. Martinus Korte, Harke de Groot, Jan Procé, Gerard Zeilema, Peter Bruinsma en André Hoekse nog maar een keer. Hè. Ik zei al, ik ga jou twee keer noemen, was me niet vergeten. Hoor. Nee, vergeet je niet, jongen. Volgende week zaterdag is er weer een aflevering van Hit Dossier. Ik hoop je dan weer gaat luisteren. Dat wordt tevens de laatste in deze serie bij Radio Ultiem. En voor onze 1378e aflevering weer mooie dingen. Ik moet nog even nadenken wat de artiest van de week gaat worden. Maar dat het weer vrij gaat worden, mag je van mij aannemen. Aanstaande vrijdag dus nog even reclame voor maken. Het zomerfestival in de Prinsentuin. En aanstaande maandag tussen 9 en 12 uur horen we Jan Procé die Martinus Korte. Nee? Harke gaat het doen. Oké, Harke de Groot die gaat Martinus vervangen. Aanstaande maandag tussen 9 en 12 uur met At Work. En dan kunt u on demand luisteren. Dat is een live programma tussen 2 en 4 uur. En dat is dan weer met die man die ik al twee keer genoemd heb. En dat vond ik wel genoeg eigenlijk, André Hoekstra. Vooruit, drie keer. Wat mij gaat dus graag tot volgende week. En wat betreft de komende week hoop ik dat het wordt als... De mooiste classics. Hit Dossier, Zomerradio. Ja, Zomerradio. Dat is zo mooi zo, jongens. Er komt weer wat minder mooi weer aan, heb ik begrepen. Dus... vervelend, maar het zij zo. Hey, welterusten. Graag tot volgende week zaterdag. En een fijn weekend verder, hè.